pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é a peroba do campo, é o nó da madeira, canga, candê, é o matita pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira. Shall we begin? Welkom bij het Open Podium 2020. Dit jaar is het even anders, maar het wordt even spectaculair. Dus ga lekker zitten. Ik ben Suze. En ik ben Julia. En wij nemen u mee deze avond. Veel kijkplezier. Annieke, stel jezelf eens voor. Nou, ik ben Annieke, ik zit in 1C en ik speel al bijna 6 jaar, geloof ik, piano. Ik ga een stuk spelen van Kulau. Heb je lang geoefend erop? Ik heb het, geloof ik, 1 jaar geleden heb ik het voor het eerst gedaan en het leek me leuk om het voor het open podium te doen. Wat voor gevoel krijg je als je muziek speelt? Ik vind het sowieso altijd heel leuk om te doen, ik word er blij en vrolijk van. En als ik boos ben of zo en ik ga piano spelen, dan brengt het me ook wel tot rust. Oh, welkom in Denik. Bedankt. Leuk dat je bent. Vertel, wat ga je doen vandaag? Ik ga poëzie voordragen. En het gaat eigenlijk over de zonsopgang en ondergang. Ik had beide gedichten geschreven tijdens de lockdown. Ik moet zeggen dat, dat het voornamelijk heel erg stil was. Het was voornamelijk heel erg stilte, waardoor ik heel goed kon reflecteren op wat ik voelde en hoe alles was. Als ik naar 1 iemand kijk die echt mijn stijl beïnvloedt, is dat Edgar Allan Poe. Wil je later ook dichter worden of iets met schrijven doen? Ik heb geen idee. Ik weet sowieso dat ik later schrijven eigenlijk in mijn baan wil verwerken. Dus of ik nou schrijver word of dichter word of in een compleet andere richting opga. Het maakt me niet echt uit, zolang ik maar kan schrijven. Mané Promasca. Het bewustzijn is wedergekeerd. Mijn lusteloosheid tijdelijk geëlimineerd. Het wordt tijd dat ik reis uit de plek waar ik 's nachts had gelegen. Want zij wachten. En dat ding ook. Het water was de nacht weg. Mijn aangezicht is koel en fris. Fris, inderdaad. Zelfs de ochtend is jong. Dus ziet niemand wat ik mis. Dus ziet niemand wat ik ontbreek. De kleren, voor mij zijn ze onheimelijk. Voor mij spreekt ze altijd puur. Maar het is dat ding, dat verbergende ding, dat zo graag de huid wil voelen die ik kort geleden verfrist had. Het eten in de ochtendgloren, is goud door de krachtige zonnestraal. Ik word aangesterkt en bekijk de hemel. Terwijl ik door het glas van mijn huis staar, zie ik het blauw puur en zuiver. Als mijn adem ook is verfrist en de laatste voorbereidingen zijn voor getroffen, word ik nu serieus bewust van dat
wat mijn visie zal toestaan. Alleen mijn visie. Ik loop naar de uitgang van mijn thuis en pak het zuchtend op, omdat alleen mijn ware aard hier zuiver bekend is. Ik doe het maskerende toch op, omdat deze wereld, zelfs na verfrissing, mijn blote gezicht nooit zal tolereren. Sempre um homem. Welkom. Dankjewel. Vertel, ik heb hier een dansgroep naast me zitten. Yes. Wat gaan jullie dansen? Nou, we gaan op twee hip-hop nummers dansen in elkaar gemixt. Noah, wat voor stijl vind jij het leukst om te dansen? Eigenlijk echte hip-hop. En dat is niet echt hip-hop. Wij doen meer street dance-achtige hip-hop, maar echte hip-hop, ja. Kun je het combineren met school, zeg maar, de tweede klas? Soms wel, soms niet. Want ik had dus eigenlijk voorstellingen weken, heb ik heel vaak tegelijk met toetsweken. Zo. Weken. Oh. Pittig. Ja, dus soms moeten ook toetsen uitgesteld worden en zo. En dat kan wel? Ja, ik probeer ook tussen de voorstelling door te leren, maar wauw. Dat wordt hem wel lastig. Ja. I've been grinding all day and all night. Hall of Fame on my mind. Trying to be the greatest of all time and say it's all God. Yeah. I've been grinding all day and all night. Hall of Fame on my mind. Trying to be the greatest of all time and say it's all God. That's all. I got dope vibes on my conscience. Oh God, I don't mind if you gon' give me a label. I ain't here for your pesos, only faithful to Jesus. And I'm the underdog, turn to Cujo mixed with DMX. Now sissy that wow. Naast een gelegenheidsband, speciaal samengesteld voor het open podium. Welk nummer gaan jullie doen? Nou, we gaan Toxic doen van Melanie Martinez. En Paloma, jij gaat drummen. Speel je lang de drum? Ja, iets te lang. Wat dan? Zoiets lang? Nou, ik begon toen ik 5 was. En Erik-Jan, heb jij van huis uit ook muziek meegekregen? Of? Ja, ik moest op orgelles vroeger. Oh, wauw. Ik voelde de hel. Pas als ik bij het pedaal was, mocht ik eraf. Dus ik heb 3 jaar lang gevraagd of ik bij het pedaal was. Zien jullie een toekomst, maar jullie zijn leraar, maar jullie kunnen ook alsnog gewoon een toekomst in de muziek hebben voor jezelf. Willen jullie dat nog? Je zijn leraar, maar je kan nog niet. Willen jullie iets met muziek doen? Het is nog niet verloren. Nee. Ik hou erg veel van muziek en ook van zingen en zo, maar ik zie er niet echt een heel grote baan of ik wil echt niet een hele grote zangeres worden of zoiets. En jullie gaan nummer Toxic zingen. Waarom heb je dit nummer gekozen? Nou, het leek me eigenlijk vooral vet om te doen. Gewoon ook in een groep als band. Ja. Maar, en hoe vind je het? Vind je het een lekker nummer? Ja, ik denk zoals wij het spelen dat dat zeker wel leuk is. Ja. Baby, can you see? I'm calling a guy like you, sure I want him. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it.
toxic. Toxic, baby, now with your love. Naast ons is Nina komen zitten. Nina, vertel, jij gaat meedoen aan het open podium. Wat ga je doen? Ik ga een hoepeldans aan jullie laten zien. Toen je mee ging doen aan het open podium, hoe bereid je dan zeg maar, je act voor? Ik heb eerst gewoon helemaal intuïtief gedanst op het nummer. Dus ik zet het op en ik dacht gewoon, wat voelt natuurlijk en wat voelt fijn? Ja. En dat heb ik één keer gefilmd en toen ben ik later, heb ik dat teruggekeken. En dacht ik, oké, dan ga ik nu perfectioneren en ik ga dingen aanpassen en wat klopt nou het beste en zo. Is dit ook echt je uitlaatklep als je je gewoon vervelend voelt dat je denkt, ik ga even hoepelen? Ja, zeker. Ja, ik heb wel echt momenten gehad dat ik me echt kut voelde. Als ik dan gewoon mijn hoepel pak en dan heb ik gewoon keiharde muziek op en dan kan ik me er echt wel even uitzetten uit dat gevoel en me even daarin ook wel uiten inderdaad. Mm-hmm. En er moet echt wel iets mis zijn als ik ook niet kan genieten van het hoepelen. Se disser que eu desafino amor. We hebben een hele band hier. Vertel Lafita, wie zijn jullie, wat gaan jullie doen? Wij zijn Nathan, Max, Lafita, Giacomo en Stern. En wij gaan het liedje Paranoid Android spelen van Radiohead. En wie doet wat in de band? Welk instrument? Wie zingt er? Ja, ik speel akoestische gitaar als het goed is. Als het goed is. Ja. Laten we hopen. En jullie? Wij zijn allebei vieze gitaristen. Inderdaad. Ja. En Lafita, jij gaat zingen? Ik ga zingen en basgitaar spelen. Okay. En dan hebben we nog Nathan. En ik ga drummen. Kijk. En Nathan, hoe lang drum je al? Heb je drumles? Ik heb drumles. Ik heb ongeveer al 10 jaar les in muziek en dan 8 jaar lang echt drumles. En wat voor stijl vinden jullie het leukst om te spelen? Ja, slechte gitaren. Slechte basgitaar, slechte drums, een beetje lawaai. Ik hou van mooie herrie soms op zijn tijd. Een beetje metal rockachtige muziek. Metallica, jaren 80. Ja, wij zijn wel een beetje van de metal hier achterin. Ja. Ja. Heel leuk jongens en we zijn heel erg benieuwd. We hebben er zin in.
pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Dit was het dan, Open Podium 2020. Bedankt voor het kijken en tot volgend jaar. É madeira de vento, será um mistério profundo. Chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira.